Gefeliciteerd. Slaap met. Oké. Goedemorgen. Het is 8:00 en vandaag is de dag. De dag waar ik al mijn hele leven op heb gewacht. Vandaag krijg ik de officiële uitslag of ik ben geslaagd of gezakt voor mijn eindexamen. Nou ja, ik heb niet echt een eindexamen gehad, maar daar vertel ik zo meer over. Ik ga eerst lekker aankleden en dit even fixen. En dan maar afwachten op dat stomme belletje. Goedemorgen. Nee. Steeds likken. Niet steeds likken. In mijn hele nek onder likken. Zo, we hebben lekker gedoucht. We hebben even lekker gedoucht. Hé, jij hebt ook zo'n slaapkoppie. We gaan eventjes haartjes feunen. Schotje patatje. Schotje patatje. Dus ja, dat ook wat een beetje opmaken met Yara Bilay. Nee. Nee, not yours. Not yours, that's mine. That's mine. Yes, de haartjes zijn een beetje soort van gedaan. En ik heb ook even iets op mijn gezicht gegooid. En dit is mijn slagingsoutfit, hopelijk. Ik kreeg net een appje van mijn mentor. En dan als het goed is, word ik zo gebeld. Spannend. Ik had me deze tijd natuurlijk heel anders voorgesteld. Ik had verwacht dat ik uren, dagen, weken, maanden zou zitten te studeren op mijn kamer. En dan die examen zou hebben. En dan in de gymzaal. En iedereen vol met zenuwen. En toen corona. Dus ik heb helemaal geen centraal examens gehad. Dus dat is super raar. Maar ik heb nog wel één toetsweek gehad. En dat waren de schoolexamens. Daar krijg ik nu dus de uitslag van. Dus nu zitten we hier wachtend op het telefoontje. Terwijl we al weken, maanden niet op school zijn geweest. Het was zo raar. Van het een op het andere moment ga je in één keer gewoon niet meer naar school. Is het gewoon een soort van klaar. Hopelijk dan. Ik heb dus ook gewoon heel veel klasgenoten niet meer gezien. En er zijn natuurlijk ook geen examenfeesten. En ik zou ook nog met mijn moeder op een soort van examenreis gaan. Dus dat is wel een beetje jammer. En dan nu maar wachten. Langs vliegen, maar ik denk niet dat het is. Is goed, wat leuk. Hey, maar lieve schat, heel veel plezier vandaag. Bedankt. En, ik mag je niet eens omhelzen. Nee. Super saai. Maar, ja. Nou, lieve schat, het gaat je goed. Yes. Met alles wat je gaat doen. Bedankt. Wauw. Nou, ik hoop echt dat je nog wat van je laat horen. Als die maar keer tuurlijk. Tuurlijk. Leuk. Is goed. Nou, ga lekker vieren en vergeet niet naar de lucht te kijken. Yes, ga ik doen. Oké. Okay. Doei. Woe! Yay! Yay.
Gefeliciteerd. Bedankt. Ja. Geslacht. Geslacht. Nou. Woe. Nice. Nou, ze moet ook zo'n vlag hebben. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Domme. Ik zie jou naar kijken. Oh. Alsjeblieft, dankjewel. En wat is dat? Geslacht. Je mag bij de vlag. Yay! Ik zie jou naar kijken. Ja, die moeten nog even. Geslacht, jongen! Woe! Ja, ik ben geslaagd. Nee, los. Lekker chillen op mijn vlag. Nou, ik ben dus geslaagd. Nee joh! Ja! Oh. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, eigenlijk wisten we het stiekem wel al een heel klein beetje. Maar nu heb ik de officiële uitslag. En weten we het 100% zeker. En die padre heeft met de ladder van de buren even de vlag opgehangen. Dus we kunnen nu een mooi fotootje gaan maken. Yeah, de vlag hangt. Woe. Kijk eens aan. Er staat ook nog geslaagd op, maar dat is nu een beetje omgedraaid. Dat mijn vader verkeerd heeft opgehangen. Maar hè, het gaat om het idee. De rugzak erbij. Blaffen voor je. Spring er maar. En David gaat lekker kijken. Daar is hij! Waar? Nee, oh, daar is hij! Het is overvlucht! Ja! Ik kan het heel duidelijk lezen dat geslaagde Isendoorn van en dan een hart. Ah, kijk! Superleuk! Woe! Ah, oh, dat hebben ze echt heel leuk gedaan. Yay! Oh, van harte. Oh, ik snap hem. Ik denk zo van hart. Oh, hij zit nu achter de boom. Woe! Nou, ik heb iets heel leuks gekregen. Mijn zuiverles. Nee, kijk eens. Woe, deze heb ik van mijn ouders gekregen. Lief hè, want ik heb het altijd super heet op zolder. En dit gaat het dan eindelijk allemaal een beetje afkoelen. En deze. Ah, diddy. Moet ik hem opspelen? Ja. Ja? Ja. Gaat geen gat maken? Nee. Ah, diddy. Als het goed is niet. I did it. Thank you. Ah. Jij bent geslaagd. Ging de bel. Ik heb net gehoord. Nee, de bel ging. En ik heb net gehoord. Ik heb net gehoord dat dat voor mij zou moeten zijn. Oh. Hello. Ja hoor, kom maar. Ja. Sterren, denk even aan een beetje aan de afstand. Yes, ja, hebben ze dat, hè? Ja. Ze vergeten het gewoon. Ja. Oh, nou, kijk, Sterren. Ja! Ja. 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 Ja.
Zo. Kom maar, Yara. Kijk eens, ik zal nog geen grapje wezen. Zo. Ja, jullie zitten toch thuis, dacht ik. Dus dat is wow. Wauw. Even het leuk, hè? Ik zal het neerzetten. Ja, dat is goed. Wauw, super mooi. Kijk eens. Bedankt. Kijk eens, Yara. Kijk, ze wil het. Oh, wauw. Ja. Hey. Mooi, hè? Zo. Heel mooi. Oh, bedankt. Graag gedaan. Aan de bovenkant, ik heb verschillende smaken voor je trouwens. Ik weet natuurlijk niet waar je van houdt. Maar in de bovenkant zit kokos, Nutella. Oh ja, zit er. En in het middelste zit aardbeisje met vanillecreme. Oh. En in de onderste zit Oreo met Nutella. Niet! Zo. Super lekker. Dus hij moet echt van boven naar beneden helemaal op. Het lijkt bijna een nepje, zo mooi. Heel mooi. Kijk dan! Oh, zo mooi. En dan ook nog deze. Dit vond ik ook zo lief. Staat gewoon ook mijn naam op. Sterren. Slaagt. Oh, hij is zo mooi. Wacht even vanaf die kant. Wauw. Look at this. Heel cool. Oké, okay. Yes? Hij staat al aan. Ja, hij staat al. Oké. Okay. Lekker taartje voor maatje. Taartje voor maatje. Oh, dit soort, lijkt mij een soort van spek of zo. Er zit hier een bodem. Dat is wel fijn, anders snij je zo in één keer doorheen. Het is heel eng. Oké, en nu? Ik vind het wel een beetje eng. Die openbank ging vanuit. Ja, misschien dat ze het normaal opzien. Het lukt! Ja! Wauw! Oh, lekker! Voor jullie hond. Oh, wat zat daar ook alweer in? Ja, net voor het wegging. Laten we het proeven. Nu dacht je al. Hoe gaat de lucht zo? Kijk, dit was zo de binnenkant. Zit Nutella in. Oh. Lekker. Mama heeft nog wat verrassing. Wat is je? Nou, ik heb wat voor je. Oké. Okay. Ga maar even zitten. Hey, wheat transfer. Een wheat. Oké, okay, nice. Wat is dit? Oké, okay, ik ga maar even aanklikken. Bas? Bas, wat ben je? Hey Sterre, ik wil je ontzettend feliciteren met het feit dat je geslaagd hebt. Van harte gefeliciteerd. Ik ben ooit op 1/10 punt gezakt. Dus ik weet niet zo goed hoe het voelt om nou geslaagd te zijn. En ja, zonder diploma kom je er ook wel, dat is aan mij te zien. Maar met diploma kom je waarschijnlijk nog heel veel verder. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat doen nu. Qua studie en geniet in ieder geval van het feit dat je nu heerlijk geslaagd bent. Ah. Wees je een hele fijne dag en hopelijk tot snel. Dankjewel, Bas. Wat lief. Ja, Jochem! Hallo Sterre, hier een berichtje van jouw eigen PA. Manager, geluidstechnicus, chauffeur, nagelstylist, mede-challenger, noem het maar op, Jochem. Jochem. Om je te feliciteren met je HAVO-diploma. Oh. Fantastisch en heel knap. Dat je tussen al die drukke werkzaamheden, tussen het zingen, het dansen, het bloggen, het vloggen, het challengen, de première parties en noem maar op, dat je er ook nog tijd hebt gevonden om dat HAVO-diploma te halen. Ik vind het razend knap. Ik heb er heel veel bewondering voor. Dus vandaar dit filmpje. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen. Ik heb begrepen dat je het komende jaar gaat werken. Yeah. En ik volg je natuurlijk. Nou, succes. Wat lief. Oh, wat leuk. Je ziet het geregeld. Hey Sterre, gefeliciteerd. Ik hoorde dat je diploma hebt gehaald. Echt super knap gedaan. Daar mag je ontzettend trots op zijn. Veel succes volgend jaar in je tussenjaar. Ik denk dat er heel veel mooie dingen op je pad gaan komen. Dus geniet daarvan. En veel liefst van alle Tina's. Doei. Wat lief. Oh, hopelijk tot snel. Nee. Er komt geen lid. Hey Sterren, van harte gefeliciteerd met de baan. Je hoort heel zachtjes. Echt heel goed gedaan. En intussen kijken we gewoon uit naar je eerste release.
Oh, leuk. Oh, wat een funny. Sterre, afgefeliciteerd met het behalen van je diploma. Geweldig dat je dat toch voor elkaar krijgt. Naast alles wat je iedere dag opnieuw doet. Met zingen en vul maar in wat allemaal nog meer. Hartstikke gefeliciteerd. Gisteren. We hebben erg genoten al van je nieuwe lied. Ik heb je lief. In het Nederlands en in het Spaans. Ik heb je lief. Nou, gaat door. En heel veel plezier vandaag. Maak er een leuke dag van. En de groeten en heel veel kusjes van ons. Ja. Doei. Doei. Groetjes aan iedereen. Hè. Doei. Doei. Lieve sterren, ik kan me nog heel goed herinneren hoe jij binnenkwam als klein meisje en auditie deed voor Kinderen voor Kinderen. En nu heb je gewoon al je middelbare schooldiploma. Naast al die leuke dingen die je kan en mag doen, heb jij je altijd ingezet voor school. En hier is je diploma, dus jouw beloning. Ik ben ontzettend trots op je, op alles wat je doet en dan ook dat je dit gewoon zo goed gehaald hebt. Ik hoop dat jij ook heel trots op jezelf bent, want dat mag echt. Ik wens je heel veel plezier en ik hoop dat ik je heel snel weer zie. Doei! Doei! Dikke kus. Matthijs! Wat leuk! Hey Sterre, gefeliciteerd met je slagen. Dankjewel! Wat een prestatie. En gek dat je er helemaal van af bent nu. Ja! Ja, en nu ligt de wereld aan je voeten. En daar gaan wij samen mooie dingen doen dit jaar. Dus, yes! Tot snel! Veel plezier! Ah, wat lief! Super. Lieve Sterre, van harte gefeliciteerd met je diploma. Wauw. Kleine meisjes worden groot. Ik ben mega trots op jou, harde werkster. En ik zie je snel op zangles. Ja. Dikke kus. Dikke kus terug. Oké. Okay. Hey Sterre, ook wij willen je feliciteren. Want jij bent in slaag. Vanuit het gefeliciteerd. Dankjewel. Super knap dat je, ondanks alle hectiek en drukte die jij sowieso eigenlijk al los van school hebt, dat je het hebt weten te halen. Heb je wel mooi geflikt. Daar kun je hartstikke trots op zijn. Wij zijn trots op jou. En ga lekker van genieten. Groetjes van ons. Doei. 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 Groetjes terug. Hopelijk tot snel. Hoi Sterre. Gefeliciteerd met je diploma. Super tof dat je bent geslaagd. En ik hoop dat we na de coronatijd elkaar snel weer kunnen zien. Zodat ik je een dikke knuffel kan geven. Doei. Dikke knuffel. Wat lief. Ook in mijn shirt. Shiona. Yay. Je bent geslaagd. Yay. Van harte gefeliciteerd lieve Sterre. Echt super goed nieuws. Geniet ervan en ik zie je gauw. Wat leuk. Wietse. Yo, Sterre, gefeliciteerd. Ja. Supergoed, dit is echt. Weet je, een paar maanden terug, een beetje pijn in je buik over nog. Of je het allemaal wel gaat doen. Ja, als ik eerst mag slaan. Ja. Nou, dat is dus bij deze gelukt. Yeah. En dat was natuurlijk ook allemaal gewoon bijzaak. Weet je, dat diploma, weet je. Dat is allemaal leuk, weet je. Ja, ouders willen dat heel graag. En dat snap ik ook wel. En die zeggen, Sterre Entertainment, weet je. Het is onzeker. En nu heb je weer corona. Zie je nou wel dat diploma. Nou ja, dat heb je dus nu gedaan. Dus nu kun je even helemaal gaan focussen op die carrière. Ja. Yeah. En dan ga je gewoon nemen. Want jij kent zingen, dansen. Jij kan acteren, jij kan eigenlijk bijna alles. Je kan zelfs editen. Dus. Ik kan zelfs editen. Sterre, heel veel succes. Van harte gefeliciteerd. Trek er een fles champagne op. Dank je, Ietsje. We spreken elkaar snel. Super lief. Doei. Amartijn, wat kippen. Hartstikke gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Ik wou zeggen hartstikke gefeliciteerd. En van harte gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd dat je geslaagd bent. En dat je nog vele jaren mag slapen. Nou. Dat is ook weer... van harte dat je geslaagd bent, dat het er goed gaat. Ook namens Kimmy Krasner. Kimmy! Gefeliciteerd dat je geslaagd bent. Doei! Kim. Oh, Anja! Hey! Welkom! Gefeliciteerd, je bent geslaagd. Oh, ik vind dat dus echt heel erg knap. Met wat je allemaal doet, wat je aan werk doet, wat je aan zingen doet, aan dansen, aan acteren. En dat je dat ook nog gewoon in één keer diploma haalt. Chapeau. Gefeliciteerd. Super lief. Dankjewel aan jou. Hopelijk tot snel. King! Hey Sterre, van harte gefeliciteerd. Je bent eindelijk geslaagd. Yes. 5 jaar lang werken voor dat ene A4'tje. En je hebt hem eindelijk in handen. Dus je van harte gegund. En natuurlijk ook meer dan verdiend. Ik ben super trots op je. En zoals je weet ben ik ook ontzettend onder de indruk van hoe jij je school weet te combineren. Of eigenlijk hebt weten te combineren nu.
met al je bezigheden die je daaromheen doet in je hele carrière. Want het is echt een hele handvol. Ik heb het van dichtbij mogen meemaken. Dus nogmaals, ik ben echt trots op je. Ja. Ook een beetje jaloers op je, want ik moet nog een jaar. Hij moet nog een jaar. Ik kan genieten van de rust die je toekomt. Tenminste, de rust van de vrije tijd die je overhoudt, omdat je niet meer naar school hoeft. Ik hoop dat er nu eigenlijk hele grote, vette, dikke, super, nog toffere projecten aankomen dan je al hebt mogen doen, doordat je nu meer vrije tijd overhoudt. En geniet ervan. Geniet van het feit dat je gewoon niet meer naar je middelbare school hoeft. En of ik dat ga doen. Zou heel gek voelen, denk ik. Ik kijk er wel echt een beetje jaloers op. Goed, we spreken elkaar. Geniet van, groet zijn familie en... Groetjes. Nou, super lief, Kane. Gewoon 1 minuut en 10. Maar gefeliciteerd. Oh, wat is dit? Ballonnen. Gefeliciteerd! Je bent geslaagd. Alles gefeliciteerd van ons en een hele dikke club van het hele toerteam. Doei! Super leuk! Kiss really. Oh. Kaden! Gefeliciteerd! Oh, we hebben echt zo goed gestreden samen. Ik ben echt trots op ons. Ik ook. En ik vind het echt super jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ja. Maar als ik terug ben, dan gaan we sowieso echt een hele taart samen opeten. En dan gaan we gezellig vieren. Doei doei! Hele taart samen opeten. Doei doei! Tot zaterdag! Superleuk! Femi! Lieve sterren, ik ben super trots op jou. Hoe jij het allemaal hebt geflikt de afgelopen jaren. Je school, je dansen, je presteren. Wat veel zeg! Voor jou, zingen, alles heb je allemaal daarnaast gedaan na de school. En nu ben jij geslaagd. En mag jij helemaal losgaan met al je talent. Zet hem op! Oh, wat lief. Super lief. Oh, wat sterren. Je bent geslaagd. Super gefeliciteerd, meid. Echt trots op jou. Ik hoop dat je het in deze gekke tijden alsnog kunt vieren met alle mensen die je lief hebt. Want wat een bijzondere en speciale dag is dit in je leven. En ik hoop natuurlijk dat de tijden snel anders worden. Zodat we heel snel weer verder kunnen gaan bouwen aan jouw carrière als artiest. Met leuk. En heel veel live optredens kunnen gaan boeken. Want daar hebben wij ontzettend veel zin in. Ja, ik wil gewoon optreden. Namens iedereen van AT. Geniet van je dag en tot snel. Bedankt. Oh, super lief. Heel lief. Hé, hey, wat is dit? Ja. Gefeliciteerd. Ah, doei. Hoe kan je helemaal echt. Zo ontzettend knap. Hele dikke kus. Dikke kus terug. Oh, wat lief. Wordt zo de dochter. Ja. Oh, heel lief. Nee, dit weet ik. Hallo sterren. Gefeliciteerd met je Havo. Ik hoop je snel weer te zien. Precies. Oh, zo lief. Helemaal uit Frankrijk. Haar moeder is dus Nederlands, dus die heeft haar waarschijnlijk dit dan een klein beetje zo aangeleerd. En ook sterren, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Super lief. Dankjewel. Eindelijk ben je geslaagd. Hoewel ik natuurlijk al een tijdje wist, hè, ben ik echt super trots op je. En ik hoop dat je heel veel leuke dingen kan gaan doen. Nu je echt niet meer school hoeft. En ja, we gaan zo lekker een taartje opeten. Yes! Nou, dankjewel. Oh, dat is de laatste. Knuffel. Dankjewel. Heel erg bedankt. Oh, nou, dit is bizar. Kijk dan hoeveel. Super leuk. Heel erg bedankt iedereen. En bedankt mama dat hij dit heeft geregeld. Super lief. Oh, die had ik echt niet aanzien komen. Heel erg bedankt. Wow, oké. En ik heb nog een hele leuke vlag gekregen van het Isendang College. Geslaagd! Hey! Oké. Hoi. Ik dacht dat ze gewoon van tussen gingen maken. Hallo! Ja, sorry. Je hebt helemaal natuurlijk gezellig. Hey! Hallo! Nee, maar ja, ik heb ook nog niet die laders gedaan. Ook al weet je het wel, maar toch zit je... Ik heb gewoon zo druk met in de beschrijving te laten staan, maar ik dacht het niet. Even gaaf, hè? Nou,
Ik dacht dus dat wij naar het koelhuis gingen in Zutphen, omdat we daar foto's gingen maken. Omdat daar mijn clip zal worden opgenomen. Dat wordt super vet volgende week. Dus ik dacht dat we daar foto's van gingen maken voor de regisseur en zo. Maar toen kwam ik daar en toen was er één keer mijn zus er en haar vriend er. En mijn broer er en mijn andere broer. En mijn vader. En mijn zus en de vriend kwamen helemaal uit Utrecht. Dus dat was heel leuk. Dus die had ik niet helemaal zien aankomen. Maar dat was heel gezellig. En nu zijn we onderweg naar een pannenkoekenhuis. Yara is ook gezellig mee de hele tijd. Die is al best wel moe. Maar die vindt het volgens mij wel leuk, toch? Ja, je vindt het wel leuk, hè? Ik had verwacht dat dit de allersaaiste slaagdag ever zou zijn. In de hele historie van slaagdagen. Aangezien er nul feesten zijn en het regent en zo. Niemand heeft nog nooit zo'n saaie slaagdag gehad, dacht ik. Maar ik denk dat ik de allerleukste heb gehad eigenlijk. En wij stopten net nog even tussendoor bij huis. Ik heb zelfs een chocoladereep gekregen van mijn dominee. Dat vond ik wel heel lief. Lekker! Zo, dat was mijn dagje. Ja, je bent ook helemaal kapot. Oh. Nou, ik had niet verwacht dat ik alsnog zo'n leuke slaagdag zou hebben. Nou, Yara gaat lekker slapen. Ik ga misschien nog wat taart eten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video heel leuk vonden. En ik heb hiervoor heb ik nog een hele leuke cover geplaatst van Ik heb je lief. De Spaans-Nederlandse versie. Dus die kunnen jullie ook lekker bekijken als je daar zin in hebt. En dan hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!